ik ben Paulien van der Braak. Ik ben assistentcoördinator van de kinderboerderij. Ik ben vooral van activiteiten, waaronder de kerstmarkt elk jaar, nou voor het derde jaar. Leuk. Ja. En wat zijn er vooral voor activiteiten? We hebben het hele jaar door activiteiten, met name op kinderen gericht. We hebben de dubbeltjesmarkten en we hebben een keer een Halloweenmiddag gehad en een vogeltjesmiddag. En soms in het thema van het seizoen, soms maar net wat we leuk vinden. En dat zijn druk bezochte activiteiten? Het is heel verschillend. In de winter is het meestal wat rustiger, sowieso op de kinderboerderij qua publiek. In januari, februari zijn ook niet altijd even druk, omdat het er gewoon vaak te koud is. Mensen komen wel wat minder. Maar de kerstmarkt is wel een druk bezocht activiteit. En wat is er vandaag zoal te doen? Vandaag hebben we een levende kerststal. Een grote kribbe hebben we getimmerd. Er kunnen kinderen in de kribbe op de foto bij de dieren. We hebben verschillende kraampjes gemaakt. En daar verkopen we producten. De meeste hebben we zelf gemaakt. De vrijwilligers en de medewerkers. Waaronder kerststukjes. En vogelvoer cadeautjes, zeg maar. Binnen kunnen mensen lekker erwtensoep en gluwijn, chocomel en iets lekkers halen. Ik denk wel zeker een stuk of 20 hebben heel actief meegewerkt. En op de hele middag zelf helpen ook veel vrijwilligers mee. Dus achter alle kraampjes staan vrijwilligers, in de keuken staan vrijwilligers. Er is ook gewoon iemand om de dieren te voeren natuurlijk, hè, want het gaat ook gewoon door. We hebben door de week mensen van Cello hier werken. Die helpen ook met dieren voeren en hier alles schoon en netjes te houden. Die hebben ook heel veel meegeknutseld voor de verkoop. En die zijn er vandaag ook? Niet allemaal. Sommigen komen gewoon gezellig op bezoek. Want we hebben al onze medewerkers en vrijwilligers hebben we uitgenodigd. Die krijgen ook hun kerstattentie op de kerstmarkt altijd. Die mogen gewoon lekker eten en drinken en elkaar ontmoeten. Want sommige mensen komen in het weekend, sommige mensen alleen op maandag. Dus nou kan iedereen elkaar ontmoeten. Maartje is ook van Cello en die helpt mee. Die staat bij de kerststal als herderin. Hoeveel vrijwilligers heeft de kinderboerderij in totaal? Ik denk dat wij ongeveer 55 vrijwilligers hebben in totaal. En dat zijn en mensen die in het weekend komen voeren, maar ook we hebben bijvoorbeeld iemand die doet klusjes op dinsdag en iemand helpt mee in de tuin. Dus we hebben voor allerlei dingen hebben we eigenlijk vrijwilligers. En kunnen jullie nog vrijwilligers gebruiken? Wij kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Ja, heel graag. Dus kom gezellig naar de kinderboerderij. Er is voor iedereen wel wat te doen. Het kan door de week. Het kan 's ochtends als we open zijn. Maar we zijn bijvoorbeeld op zaterdag en zondag. Zijn wij gesloten 's ochtends. Maar we hebben wel mensen nodig die dan de dieren komen voeren. Waar kunnen mensen zich melden? Op de boerderij zelf of op de, via de website www.kinderboerderijbomsel.nl. Het leukste is gewoon om binnen te lopen en dan is er altijd wel iemand die kan je wat vertellen over wat je zoal kunt doen. Dankjewel. Graag gedaan. Ik heb nog een paar gezien. Thank you.
Bye.